dames en heren. U kijkt naar Koppensnellen van donderdag 12 mei. 10 jaar celstraf zonder tbs. Dat is donderdag geëist in het hoge beroep tegen de Bossen Zwemschoolhouder Benno L. L werd eerder tot 7 jaar celstraf veroordeeld. Verontucht met 57 veelal gehandicapte meisjes. Na het horen van 3 deskundigen is de twijfel bij de officier van justitie weggenomen dat L na zijn vrijlating in herhaling zou vallen. Vandaar dat er nu geen tbs is geëist. Wel is de hoogst mogelijke straf, namelijk 7 jaar, geëist vanwege het enorme leed dat hij bij de slachtoffers en ouders heeft veroorzaakt. Het OM eiste eerder 10 jaar cel en tbs. Omdat de rechter in de veroordeling tbs had laten vallen, zei justitie tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. 6 DJ's zijn donderdagavond onder toeziend oog van de NAC-selectie en vele NAC-supporters opgesloten in het geel-zwarte huis. 72 uur zullen zij opgesloten zitten in het glazen huis dat is ingericht in het Radverlegstadion. Het geel-zwarte huis is donderdagavond om 6:30 door burgemeester Peter van der Velde van de gemeente Breda gesloten. De 3 DJ's van Stadsradio Breda en de 3 sidekicks uit de NAC-aanhang waren kort daarvoor met de limo gearriveerd en vervolgens gingen ze de studio binnen. Wie de komende 24 uur ook in het geel-zwarte huis te gast is, is Big Brother Ruud Benaar. Ik heb alles van NAC over en ik heb in het Big Brother huis 108 dagen gezeten. Dus 1 dagje, dat is voor mij peanuts. Waarom doe je dit? Omdat ik helemaal gek ben van NAC. NAC zit in mijn aderen en ik ga al 15 jaar naar NAC. En als ik NAC kan helpen, op wat manier dan ook, dan doe ik het gewoon. 72 uur. 6 DJ's. Opgesloten in het geel-zwarte huis. Dit is live vanuit het Radverlegstadion. Red NAC Radio. Hallo. Op Stadsradio Breda. Wat ik hier geweldig vind, dat de NAC-supporters laten zien dat hun club moet blijven bestaan voor hun. En voor gans Breda, de regio en voor Nederland. En ik vind dat een geweldig initiatief. Daar word ik warm van. Het geel-zwarte huis blijft gesloten tot zondagavond 6:30. Goed, wat hebben andere media te melden vandaag? Na overleg met de gemeente en politie neemt Willem II bijzondere veiligheidsmaatregelen voor de thuiswedstrijd tegen NAC Breda komende zondag. Zo worden er minder supporters van de bezoekende club toegelaten, dat meldt het Brabants Dagblad. Normaal is er in het uitvak plaats voor 800 supporters van de uitspelende ploeg, maar NAC mag er maar 500 meenemen. Daarnaast worden er ook extra hekken geplaatst. De derby is het laatste van het seizoen. Donderdag was de laatste dag dat medewerkers van MSD in Os door de stad wandelden. Sinds vorig jaar augustus loopt een groep mensen eerst dagelijks, maar nu wekelijks door de stad. Dat meldt Omroep Brabant. Op die manier willen ze protesteren tegen de voorgenomen reorganisatie van moederbedrijf Merck. Ook willen ze door de wandeling de medewerkers van MSD een gezicht geven. Bestuurders, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Gemert-Bakel hebben zich tot vorig jaar regelmatig schuldig gemaakt aan machtsmisbruik, leugens en onbetrouwbaarheid. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente heeft dat geconstateerd in een onderzoek dat donderdagochtend openbaar werd. Dat is te lezen in het ED. Voormalig wethouder Harry Verkampen spande de kroon. Hij pleegde valsheid in geschriften en verleende bouwvergunningen op basis van een vrijstelling zonder dat er een procedure werd gevolgd. En Omroep Brabant meldt dat Bossenaren meer kook snuiven dan Eindhovenaren. Dat blijkt uit onderzoek naar aanwezigheid van drugs in afvalwater. Uit onderzoek van het Milieu- en Gezondheidsinstituut RIVM snuifden 1000 Bossenaren dagelijks samen 0,62 gram kook. In Eindhoven is dat gemiddeld 0,51 gram per dag. Ik denk alleen dat ze het over een andere kook hebben dan deze man opsnuift. Dit waren ze weer, de koppen van vandaag. Heel graag tot morgen. Houdoe!